mooie Gaasterlandse Friese bos. We hebben gelukkig prachtig weer, het zonnetje schijnt. Vandaag keur ik samen met mijn collega's Corrie Terpstra en Dick Brummel. We hebben vandaag 12 paarden te keuren, nummer 4 is afwezig. 7 opnames, 2 stamboekmerries voor graadverhoging, 2 stermerries en een ruin. Veel kijkplezier. Welcome for the people abroad. Welcome at the inspection at location at Dekstation Gaasterland Stables. We have 12 horses to judge. Number 4 is absent. And enjoy this live stream today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 1. Een merrie met voldoende rasuitstraling. Zou nog iets meer expressie in het hoofd mogen hebben. En de hals is wel lang, maar zou verticaler gesteld mogen zijn. In bouw zouden de merrie graag sterker in de verbindingen willen zien. Ook het kruis zou minder hellend mogen. Merrie heeft droog beenwerk. De voorbeenstand rechtsvoor zou wat correcter mogen. In beweging laat de merrie weinig go zien. In stap is ze wel takmatig en voldoende ruim, maar ze mag resoluter doortreden. Ook in draf toont de merrie wel een goed voorbeengebruik, maar ze zou achter met meer afdruk
mogen draven. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The result of number one. She is accepted in the studbook, no premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 2. Een merrie met veel behang. Een merrie die wat meer lengte in de hals zou mogen hebben. De hals zou ook minder zwaar mogen zijn. Ook de hoofd-halsverbinding zien we graag wat lichter. In de bouw. De merrie die heeft een goede schouderpartij. Merrie zou opwaarts gebouwd mogen zijn. Ook wat sterker in de bovenlijn. Het beenwerk is voldoende droog. Achterbenen fractie sabelbenig. Merrie waardeert zich op in beweging. De stap heeft voldoende lichaamsgebruik en is ruim en takmatig. In draf toont de merrie veel afdruk, brengt de schoft omhoog en heeft veel balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere waardering zou het exterieur overtuigender moeten zijn.
Result of number 2, she is accepted in the stud book with a third premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Een merrie die een lange hals heeft, een sprekend hoofd heeft. Merrie die in bouw sterker mocht zijn in het middenstuk. Ook het kruis zien we graag wat minder hellend. Merrie die voldoende droog beenwerk heeft. De voorbijstand, met name linksvoor, is wat toontredend. Een merrie die opvalt in beweging.
In stap toont ze veel lichaamsgebruik, veel ruimte. Mooi doorgestapt. Zet het voorbeen ook ver weg. In draf toont ze veel lichtvoetigheid, veel techniek. Vertrekt heel mooi, blijft mooi in balans. En deze uitstekende beweging maakt dan ook dat deze merrie vandaag ster wordt verklaard met een tweede premie. Result of number 3. She is accepted in the studbook and declared star with the second premium because of her good movements.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 5. We hebben even tijd genomen. Het paard had veel spanning. En we wilden de stap nog even goed beoordelen. Het is een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Een verticale hals. Voor ruim voldoende behang. Merrie die evenredig gebouwd is. Goede kruisligging heeft. Merrie die beschikt over droog beenwerk. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. In draf toont de merrie een goed schakelend vermogen, snelheid in het achterbeen en ook goede buiging in het achterbeen. In de stap helaas zien wij ongelijkheid in passen. En dat maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. Voor sterverklaring zou de stap meer regelmaat moeten tonen. Number 5, she is accepted in the studbook with a third premium. De uitslag van catalogus nummer 6 is een jeugdige merrie die sterk in elkaar zit. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die een goede bovenlijn heeft, goede romprichting, goede kruisligging. Het beenwerk is droog. Voorbeenstand is iets Frans.
Merrie die ook heel makkelijk beweegt. In stap takt laat zien. Misschien wat meer lengte zou mogen laten zien. In draf ook heel veel techniek. Heel veel snelheid in het achterbeen. Met name als het paard in een niet te hoog tempo wordt voorgesteld, kan ze de passen ook beter afmaken. En toont ze een heel mooi gebruik van het voorbeen. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 6. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Hier bij de uitslag van catalogus nummer 7. Wat een genot om op zo'n late keuring nog zo'n imposante Merrie te mogen keuren. Een Merrie die opvalt wat rasuitstraling betreft met een hele mooie lichte hoofd-halsverbinding. Een fraaie halsvorm, een heel edel hoofd. Maakt dat ze heel veel voorkomen heeft. In haar bouw, ze is lang gelijnd. Beschikt over een hele sterke bouw. Voor het mooie zou ze misschien nog iets opwaarts gebouwd mogen zijn, maar dat is altijd wel iets wat je kunt opmerken. Het beenwerk is droog. De Merrie stapt met ruimte en takt. In draf toont de Merrie een heel goed gebruik van het achterbeen. Veel buiging. Ze kan daardoor veel balans ontwikkelen. Toont schakelend vermogen. Deze Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. En ze wordt dan ook uitgenodigd voor een tweede beoordeling vandaag. The result of number 7. She is declared star with the first premium and is invited for a second inspection today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 8. Een merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Merrie die nou ja, misschien nog iets meer luxe zou uit mogen stralen. Merrie die correct gebouwd is, strak op de lendenen. En dat, ja, dat kan sterk of strak zijn, maar in beweging zagen we dat wel terug. Het beenwerk is voldoende droog. We hebben wel een bemerking op de hoeven die erg smal zijn. En met name linksvoor ook ja, zou de stand van het voorbeen wat correcter mogen in zijaanzicht. De merrie stapt, maar heeft dan toch met name in de wendingen moeite om taktvast te blijven. Blijft dan ook erg strak in die bovenlijn. Ook in draf heeft de merrie op zich wel voldoende balans. Maar ook zou ze hier het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Result of number 8. She is accepted in the studbook. No premium. Thank you.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie met zeer veel rasuitstraling, een prachtige voorhand, heel edel in het hoofd, een hele fraaie halsvorm, veel behang. Merrie die correct gebouwd is, beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. De merrie die zou in stap meer lengte mogen laten zien, meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In draf, met name in de tweede, derde ronde, komt de merrie meer in balans. Maar ook daar zouden we graag zien dat het achterbeen verder onder de massa wordt geplaatst. De merrie kon ons vandaag niet overtuigen in beweging, maar we maken de merrie wel voorlopig ster. Want wellicht biedt een testperspectief voor deze merrie. Als in de test minimaal 6,7 scoort op stap en draf, dan kan ze alsnog het sterpredicaat verdienen. The result of number 9. She gets a third premium and is declared preliminary star. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Dan krijgen we in deze rubriek graadverhoging nog zo'n merrie waarvan we denken van
Wat mooi dat we op deze laatste keuring zulke paarden aangeboden krijgen. Een hele grote ramige merrie. Een merrie met veel front. Veel rasuitstraling. Een merrie die zeer correct gebouwd is. Ook droog beenwerk heeft. Achterbenenfractie sabelbenig. De merrie stapt heel taktvast en met ruimte. In draf toont de merrie veel vermogen. Deze merrie maken we vandaag ster met een eerste premie. Result of number 7. She is declared star with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 11. Een voldoende jeugdige merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Ook correct gebouwd. Merrie zou iets opwaartser mogen zijn in bouw. Wat beenwerk betreft, het is voldoende droog. Maar we hebben een bemerking op de stand van met name het linker voorbeen. Die is weker gekoot dan rechtsvoor. En ook is de voetas naar voren gebroken. De merrie stapt met voldoende takt en ruimte. Toont in draf veel takt.
zouden bij het achterbeen nog meer onder de massa mogen plaatsen. Bedankt voor de presentatie van deze merrie. Vandaag is het beenwerk niet toereikend voor een hogere waardering. Dus bedankt voor deze presentatie. Number 11. She is not invited for a second inspection today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12. Een stemmerrie met ruim voldoende rasuitstraling. Goede bovenlijn. De merrie mag wat opwaartse gebouwd zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap zouden we graag de bewegingsvorm wat correcter zien. Ook mag de merrie meer takt tonen in de stap. In draf heeft de merrie een goed gebruik van het achterbeen. Zou daarbij nog meer oprichting mogen tonen. Bedankt voor de presentatie, maar de merrie die krijgt geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Number 12, she is not invited for a second inspection.
uitslag van catalogus nummer 13. Een hele grootramige ruin die wat harmonieuzer gebouwd zou mogen zijn. Een ruin met een mooie lange hals, lichthoofd-halsverbinding, voldoende sterke bovenlijn, beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim en takmatig en in draf toont het paard veel ruimte. Het achterbeengebruik, ja, dat zouden we voor het functionele wel sneller willen zien, maar voldoende correct. Deze ruin wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Result of number 13. He is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Ja hoor. Dan hierbij de uitslag van de tweede beoordeling van catalogus nummer 7. Zoals net ook gezegd, een hele fraaie merrie met zeer veel rasuitstraling, lang gelijnd, modern. Merrie met correct beenwerk. Merrie die ook in beweging zich weer heel overtuigend presenteert. Hele taktvaste stap, fijn door het lichaam gestapt. In draf zie je ook dat bij een lager tempo het achterbeen nog steeds goed wordt gevouwen en goed onder de massa wordt geplaatst. Deze merrie die steekt zowel qua exterieur als in beweging ver boven het gemiddelde uit en wordt dan ook voorlopig kroonverklaard. Gefeliciteerd. Ereronde. Ereronde.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. Een hele imposante merrie, veel statuur, prachtige voorhand. Merrie die correct gebouwd is. Merrie die in stap, takt en ruimte toont. In draf was de presentatie vanmorgen misschien nog net iets flitsender, maar nu ook weer correct met een goed geplaatst achterbeen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Gefeliciteerd. Result of number 10. This mare is declared preliminary crown today. Nou, hiermee sluiten we deze een van de laatste livestream keuringen af bij dekstation Gaasterland. Gelukkig met mooi weer. Het werd even dreigend, maar inmiddels is de lucht weer blauw en hebben we het zonnetje. We genieten nog even van een ereronde van de kersverse voorlopig kroonmerrie. Morgen is er een locatiekeuring bij Stal de Mersken. Zaterdag hebben we nog een stamboekkeuring in Bokstel. Die volgens mij niet via livestream gaat, weet ik niet zeker. Denk het niet. Keuring bij Spliethof. Volgende week nog een keuring bij Albert Lux. En dan zit het seizoen er zo'n beetje op. De keuringen in Tsjechië en Denemarken dit weekend zijn helaas geannuleerd vanwege corona. We bedanken u weer voor het kijken en graag tot ziens. This was the last horse of today. We hope you enjoyed this live stream. We had good horses at this location. We have a few inspections left. Tomorrow there's a live stream from the Mersken Stables. And hope to see you again. Thank you.